Ja, maar we zijn bij de 200ste vlog natuurlijk. Ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe dit nou allemaal ontstaan is en wat jullie ervan vinden tot nu toe en wat de reacties zijn misschien ook. Ja. En wil je, van wie wil je dat weten? Van ons allebei natuurlijk. Ja, eerst van jou, Mari. Want jij stelt al de vragen, dus nou doe ik het een keer. Oh, dat vind ik wel heel, heel ongemakkelijk. nee, ik. Nou, hoe het begon is, dat was natuurlijk iedereen bij. Dat was gewoon corona. Oh jee, wat moeten we doen? Laten we op zijn minst iedere dag even koffie drinken. En dat ook opnemen, want zo ijdel zijn we wel. En dat werd later werd dat wekelijks. En dat is door blijven gaan. Ik had nooit verwacht dat we de 200ste zouden halen. En ik geloof dat dit wel een manier is om iedereen betrokken te houden. En in die belangrijke niche waar we natuurlijk in zitten, over alles rondom handicap en handicapactivisme. En dat hele grote netwerk van Jan. Om daar toch iedere week eens even gewoon een koffiemomentje te hebben. Ik hoop vooral dat we dat kunnen zijn voor mensen. Dat ze gewoon even af en toe eens in de week thee of koffie erbij halen. En dan 10 minuten het interessant vinden. De dingen die wij interessant vinden. En wat ik van heel veel mensen hoor is: nee, we kijken niet iedere vlog. En dan zeg ik: ja, maar dat hoeft ook helemaal niet. Dan verschuldigen ze zich bijna van: nee, maar ik heb niet alles gezien. Ik zeg, dat kan ook helemaal niet. Het zijn er 200. Maar als er een onderwerp is wat je aanspreekt en waarvan je denkt: oh, daar zou ik meer over willen weten. Dan is het wel een hele fijne manier om zo'n bibliotheek te hebben, waar je gewoon kan kijken. Oh, Jan en Mari hebben het over dit onderwerp gehad. En wat vonden zij ervan? Niet dat wij alleswetend zijn en dat dat echt heel erg belangrijk is wat wij ervan vinden. Maar het is wel belangrijk om andere mensen erover te horen praten, om je eigen gedachten daar weer over te kunnen laten gaan. En om even te voelen van: hé, dit herken ik. Dat hoop ik dat mensen dat eruit halen. Mooi. En jij, Pop? Nou ja, Mari en ik hebben elkaar eigenlijk op deze manier ook letterlijk gevonden in een tijd dat ook ik op zolder vast zat met corona. Dus het was voor mij ook wel een middel om in contact te komen met de achterban. En ik maakte me ook zorgen over onze achterban, hè, van corona. En zeker de mensen die thuis zelfstandig wonen, dat die in feite een vergeten groep waren. Hè, dat het ministerie er niks van af wist. Mensen met spierdystrofie die op een gegeven moment zonder mondkapje zaten. En ik vond het wel een goede manier om in ieder geval nog een bijdrage te kunnen leveren. Want ja, ik kon ook niet naar Den Haag om daarvoor te pleiten. Dus ik vond het ook wel goed om en ook samen met mensen daarover te praten. Over al die thema's die langskwamen. En het is ongelooflijk wat er ook reacties geweest zijn. En mensen ook, ja, ook aan het nadenken gaan zijn. En ook wij. Hè? Ik bedoel, de eerste keer dat we met Nicole Francis spraken of met mensen die op een hele andere visie naar het gehandicaptenbeleid keken. Gesprekken met Ilias Soffer. Ja, dat was ook leerzaam. Ja, ik denk ook voor ons. En, nou ja, weet je, en ook Wild Lam was natuurlijk ook een mooi initiatief waar Mari mee kwam op dat moment. En wat mij ook wel aan het denken heeft gezet over media, over cultuur, over toegankelijkheid, over ziekenhuizen. Het heeft zelfs zo geleid dat we bij het zelfregiecentrum een aantal onderzoeken zijn gaan doen naar aanleiding van de vlogs. En ja, dat is toch heel boeiend. En Jessica, want als iemand kennis heeft van de vlogs, los van ons twee, eigenlijk misschien nog wel meer dan ons twee, dan is het wel degene die al die tekst vervolgens moet ondertitelen en langs ziet komen. Dus van, jij bent eigenlijk ook tegelijkertijd een soort bibliothecaris van alle vlogs. Uh, Ja, is, ik is ken jouw. inmiddels elke afkorting die er bestaat. Jullie hebben zoveel afkortingen, dat ik denk, Jezus, hoe kom je erop? Ja, jullie. Ja, maar echt van zorg in wetten en instanties die ik allemaal niet ken. En dan moet je gaan kijken, 20 keer terugluisteren welke letter het nou ook weer was. Nou, ja. Is het wel te doen? Het moet een verschrikkelijke baan zijn, dat ondertitelen. Hoe is Ja, dat is het ook. Dat is het ook. Het is gratis, hè? Dat wil ik wel even benadrukken. ja, Maar nee, het is zeker. natuurlijk hartstikke leuk om jullie te luisteren altijd. Is er een rode draad die is opgevallen in al die vlogs? Omdat je ze allemaal voorbij hebt zien komen in woord en in geschreven woord natuurlijk. Wat vond je het leukst daaraan? Wat ik niet zo leuk vind, is dat papa elke vlog 20 keer zegt. Ik moet eerlijk zeggen dat.
20 keer, minimaal. Oh, ja. Ja, je vindt het heel belangrijk om dingen eerlijk te zeggen. Ja, dat klopt. Ja, heel eerlijk, ja. Ja. Ja, nee, rode draad, ja. Het is de, ja, dat is niet zo'n verrassing natuurlijk. Maar handicap is natuurlijk wel een beetje de rode draad wat er altijd doorheen loopt, denk ik. Ja. Ja. Ik vind het ook wel heel mooi dat ik jullie vriendschap een beetje heb zien opbloeien, zeg maar, in de vlogs. Oh ja. Dat wel, dat het idee dat jij, Mari, in het begin wel een klein beetje... ja, papa meer misschien zag als een... Ik weet niet of het zo is, hè, maar een beetje als oude een... zul. Ja, een beetje een soort god, zeg maar. Of maar een god. Beetje naar... Ja, dat is wel waar, dat ja. Je een beetje meer echt maten zijn, weet je wel? Ja. De gelijkwaardigheid is meer Ja. daar aanwezig. Ja, nee, inderdaad. Ik had Jan wel op een voetstuk gezet. Daar is hij wel afgedonderd ondertussen. Ja, dat dacht ik al. Gelukkig, gelukkig. En natuurlijk naast jou ook Pia bedanken, die de laatste tijd de ene helft van de vlogs heeft gedaan. Zeker. Jij af en toe een beetje vrije tijd over had. en het is ook, het is, ja, ik denk, Jan en ik moeten toch echt wel zeggen, super, super bedankt voor dit. Die ondertiteling is voor natuurlijk heel belangrijk voor de mensen die moeilijk kunnen horen of niet kunnen horen. En ook om het goed terug te kunnen vinden. Het werkt ook als een manier om snel terug te kunnen vinden waar we het over hebben gehad. Het werkt ook als een belangrijk archief dingetje. Maar zonder jullie was het er niet geweest. En ik denk ook niet dat we het zonder ondertiteling hadden gedaan, hè Jan? Of dat was in ieder geval, hadden we het een stuk moeilijker gevonden. Nee, dat was wel lastig hoor. Ik bedoel, ook wij moeten ons aan het VN-verdrag houden. En ik zou ook eerlijk zeggen, ik heb er ook wel eens op zitten vloeken hoor, eerlijk gezegd. Ik ook. Want ja, dan moesten we of Pia of Jeske vragen. Alsjeblieft, heb je tijd? Ja, en weet je, we doen het allemaal vrijwillig. Laten we ook even helder over zijn. Dus ik vind zeker van de mensen die de ontiteling hebben gedaan, echt chapeau. En ik weet hoe lastig het is. Ik heb het zelf in het begin ook wel eens geprobeerd. Het is niet mijn dingetje, moet ik zeggen. Je doet er ook wel iets langer over dan ik heb, pap. Het is voor mij wel iets. Ik geef het toe, ik doe er een halve dag over. Ja, en even voor de kijkers, dat is misschien wel leuk om te weten. En dan moeten we het echt afsluiten, want anders is er veel te veel om te ondertitelen. dat is een programmaatje die een beetje herkent wat er gezegd wordt. En dan zeg ik echt een beetje. En die er alvast een soort van ondertiteling van maakt. En daar moet dan totaal overheen worden gegaan. En al die afkortingen moeten opnieuw worden geschreven. En daar zijn mensen wel echt heel hard mee bezig. Daar betalen we overigens ook voor. Dus het is niet eens vrijwillig. Het kost gewoon geld. Maar het kost geld, ja. Wel echt heel erg belangrijk om te doen. Ja. Ja. En nu gaan we het maar eens afsluiten dan. Hey, op de volgende. Op de 200e. Ja, jouw ijskoffie nog, Jeske. Ja, heel goed. Proost. Op de volgende. En dat doei. Het heel lang mag duren. Doei. Ja. Proost. Doei. Doei. Doei.